Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen het zien op de satellietfoto, er trekt veel bewolking over het land. Af en toe schijnt nog wel even de zon, vooral vanochtend. In de loop van de middag zal het toch wel overwegend bewolkt blijven. Laat vanmiddag en vanavond trekt er vervolgens een regengebied van west naar oost over het land. Het is vooral lichte regen en motregen, dus heel veel stelt het niet voor. Het wordt vandaag 13 of 14 graden, in Zuid-Limburg mogelijk plaatselijk 15 graden. Dat alles bij een zwakke tot matige zuidelijke wind, later aan de kust toenemen tot vrij krachtig kracht 5. En vanavond draait de wind geleidelijk ook naar het zuidwesten tot westen. Vanavond verder dus zoals gezegd bewolkt en wat regen. Morgen overdag is de regen weer weggetrokken en dan breekt af en toe de zon door. Door 13 of 14 graden bij een toch wel vrij stevige westelijke wind. Na het weekeinde blijft het rustig najaarsweer, met elke dag zonnige periode. En vooral maandag en dinsdag is het op de meeste plaatsen droog. Woensdag zouden wat lichte regen kunnen vallen, dan met name in het zuiden van het land. De middagtemperatuur ligt rond de 14 of 15 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.